Zo, goedemorgen. Op dag nummer 1 vandaag. Ja, want vandaag ga ik beginnen met mijn dieet. En ik ga jullie meenemen in dit hele verhaal, zeg maar. En laten zien hoe ik dat ga doen. Beetje kloot dat ik last toevallig heb van mijn voet vandaag. En het is heel irritant. Ik heb af en toe last van jicht. En dan kan ik amper lopen eigenlijk. Ja, het is nu ook een beetje, dus ik heb mijn medicijn al ingenomen, gelukkig ervoor. Dus ik hoop dat het vanmiddag een beetje minder is en zo. Dan kan ik lekker van buiten gaan lopen. Al is het wel, het weer is. Oftewel, niet zo heel erg best. En, maar je kan altijd even met je hondjes gaan lopen natuurlijk. En dan van de week lekker rennen. En even dat soort dingen doen. Misschien even fietsen. Dat is ook wel leuk natuurlijk. Ik ga in ieder geval even zo wegen. Want dat is natuurlijk wel zo handig. Ik heb even nagedacht hoe ik het ga doen met wegen. Want het is natuurlijk, in principe soms weeg ik helemaal zonder kleding. En soms met kleding. Maar ik ga dit gewoon in ieder geval doen. Gewoon elke keer met kleding. En dan, is het gewoon makkelijker om bij te houden, zeg maar. En dan gaan we kijken hoeveel ik eventjes moet gaan afvallen. Hè? Ik denk dat we even met elkaar moeten gaan beslissen. Misschien laat het als achter. Van, Chris, wat zou het beste zijn voor mij? Sommige mensen zeggen van, ja, als je kijkt op internet, hè, dan moet je gaan afvallen naar een kilootje of naar 60 of zo, 65. Ik zeg, als ik dat ga doen, dan ben ik echt, dan gaan mensen vragen aan mij of ik wel eet. Of ik wel helemaal fit ben en zo. Dus dat is ook niet zo heel erg handig. Ik had zelf een beetje als streefgewicht van een kilootje of 75, weet je. Dat vind ik wel erg mooi om te doen. En ik moet even kijken hoe lang ik het wil gaan doen natuurlijk. Dus hoeveel ik wil gaan afvallen in welke periode, zeg maar. Dus we gaan dat gewoon even kijken. Ik ga zo meteen eventjes naar de weegschaal en dan gaan we maar wegen. Zo, dan sta ik in de badkamer en dan gaan we mijn eigen wegen, want dat is ook wel zo handig natuurlijk. Om, waarmee ik moet beginnen. Ik had een beetje gekeken trouwens net op internet en zo over BMI en dat soort dingen natuurlijk. Hè? Je vetpercentage wat je aan je lichaam mag hebben. Nou, ik mag eigenlijk zo'n 72 kilo wegen zelfs. Nou, ik heb zelf voor mezelf in ieder geval een beetje als doel 78 nu bedacht. Waarom? Ja, zit net onder de 80, zeg maar. Dus dat klinkt wat beter dan, denk ik. Maar we gaan even kijken wat ik weeg. Want volgens mij moet ik nog een behoorlijk eentje afvallen. Zo, dan gaan we erop staan. Ongelooflijk. Even kijken. Met kleding aan. 95,2 was het toch? Of ging net naar 95,5, dat zul je altijd zien. Ja, 95,3. Oké, dat is natuurlijk te veel. Dat mogen duidelijk zijn, hè. Dat is natuurlijk veel te veel. Hoe ga ik dat in godsnaam allemaal doen? Ik ga een beetje af en toe rennen. Gewoon goed opletten natuurlijk wat ik eet en zo. Dus ik zal ook wel een beetje laten zien wat ik eet en zo op een dag. Dus voor mijn gevoel is het altijd heel erg weinig wat ik eet, maar het zal wel niet goed zijn, want anders ga je natuurlijk niet aankomen. We gaan gewoon kijken. Nou, mijn moeder heeft macaroni gemaakt. Kaas erop. Mam, is het wel goed voor mijn dieet? Ja hoor. Ja? Niet veel koolhydraten? Maar niet veel. Nee. Hij wordt wel lekker gemaakt in de oven. Oh, nou zie je mezelf, maar dat maakt niet uit. Maar in de oven. En dat maakt het wel heel erg lekker, hè? Zo, dan gaan we inderdaad zo lekker even een hapje eten en dan is de eerste dag alweer over eigenlijk, hè? Want ik eet verder niks meer natuurlijk. Maar ik moet je eerlijk zeggen, na zo'n eerste dag is het toch ook wel een beetje lastig, want vanmorgen had ik een broodje met ei op en vanmiddag heb ik een kuppensoep gegeten of zo'n kippenbouillon. Ik had echt, vanavond dit, een bordje, ik vind het op zich heel erg weinig, maar het begin is er, zullen we maar zeggen. Hè? En ik zou zeggen, blijf volgen. Dankjewel. Bye bye.